Hoi, welkom en leuk dat je kijkt naar dit eindexamenspreekuur Economie voor HAVO-niveau. We zijn er weer. Jij kunt live je vragen via de chat stellen. Dan gaan we ze of hier in de studio behandelen of, zoals altijd, in de chat. Goed dat je in ieder geval kijkt. Morgen ben je niet de enige die eindexamen doet in economie. Ruim 32.000 anderen doen dat ook. En het gemiddelde cijfer staat of ligt op een 6,2. En 77% slaagt voor dit examen. Hopelijk zit jij daartussen. Het examen van morgen bestaat uit 29 vragen, waarvan allemaal open vragen. Dus geen multiple choice. En dan nog even over gisteren, want een aantal van jullie heeft misschien gisteren examen gedaan in biologie. En er zijn een hoop klachten over binnengekomen bij het LAX. Ruim 3000 en vooral dat het een best wel moeilijk examen was. Dan gaan we nu beginnen. Hallo Sahar. Hey. Druk al aan het typen. Ja, ik kom al heel veel vragen binnen meteen. Ja. Welkom terug. Je hebt vorig jaar het eindexamenspreekuur ook gedaan. Leuk dat je er in ieder geval weer bent. Nou, ben je net zo enthousiast? Ja, okay. Zeker weten. Gelukkig. Hey, en wilde jij altijd al lesgeven in economie? Ik wist wel dat ik altijd iets in het onderwijs wilde. Economie had ik ontdekt op een gegeven moment toen het vak zo goed afging eigenlijk. Oh ja. Dus okay. Van tevoren nee. Ja, en je geeft les op het Alaska in Amsterdam. Ja. Kijken jouw leerlingen vandaag ook mee? Nou, ik zag al één reactie van een leerling voorbij komen, dus dat is heel fijn. Oh, die is ook enthousiast. Mijn ja, die waarschijnlijk, ja. Nou. Leuk. Ja. Hey, is er iets veranderd aan het eindexamen ten opzichte van vorig jaar? Nee. Er is niks. Nee. Dus in principe zou je ook de livestream van vorig jaar kunnen kijken. En die is ook inderdaad, ja. Dus stel nou dat er strakjes aan het einde onderwerpen worden behandeld of niet worden behandeld. Bijvoorbeeld omdat we geen tijd meer hadden. Dan kan je altijd nog naar de stream van vorig jaar kijken. Zeker. Oké, succes. You. En dan heb ik hier Ergun. Ook niet helemaal nieuw. Nee. Niet onbekend. Want je hebt vorig jaar ook het examenspreekuur gedaan voor ons. Ja, klopt. Was je enthousiast? Vond je het leuk? Ik vond het wel leuk. Ik was wel heel zenuwachtig. Ja. Dus ja, fijn dat ik het nog een keer kan doen. Ja, want nu zit je er al helemaal in en ben je gewend. En nou ja, het is net lesgeven eigenlijk, hè? Het is gewoon lesgeven, ja, maar dan zonder, zonder kinderen in de klas. Ja, oh ja, zo bedoel je. Ja, precies. Hey, en wilde je altijd al lesgeven in economie? Was dat een beetje net zoals Sahar? Ja, lesgeven wilde ik wel eigenlijk. Ik wilde docent worden, mede ook door de lange vakanties, maar het blijkt dat ik die nu wel echt wel nodig heb. Ja. Uiteindelijk ben ik nu 12 jaar docent en ik ben wel tevreden over het docentschap. Nou, heel goed. Jij geeft les op het Pearson College in Den Bosch, hè? Ja. De eerste vraag is voor jou. Ja, en de eerste vraag is van Nora en die vraagt zich iets af over prijselasticiteit. Hoi, ik ben Nora. Ik doe dit jaar eindexamen HAVO op het Fons IT Lyceum. En mijn vraag was wat de prijselasticiteit nou ook weer inhoudt en wanneer je die nou eigenlijk zou moeten gebruiken. Ja, Nora vraagt zich dus af, wat houdt de prijselasticiteit ook alweer in en hoe moet je die gebruiken? Ergun, bij het leidwoord. Hallo allemaal, laat ik beginnen met het beantwoorden van die vraag. Als eerst schrijf ik even op prijselasticiteit. Dit is mijn allermooiste handschrift. Prijselasticiteit is een term die een synoniem is aan prijsgevoeligheid. Oftewel, eigenlijk zijn alle consumenten, jij, ik, bedrijven, iedereen die spullen koopt, behoefte heeft aan spullen, prijsgevoelig. Denk aan korting, maar ook aan een prijsverhoging. En die prijselasticiteit kunnen we uitdrukken in een getal. Dus een getal dat weergeeft hoe prijsgevoelig de consument is. De formule daarvoor is of luidt als volgt. De procentuele vraagverandering gedeeld door de procentuele prijsverandering is gelijk aan de prijselasticiteit van de vraag. Dus eigenlijk, ik zeg nu gelijk, dit is kennis wat je moet hebben. Prijselasticiteit gaat over prijsgevoeligheid. En je moet deze formule kennen. Zo ziet die formule best wel ingewikkeld eruit. Je kunt ook een ezelsbruggetje toepassen. V gedeeld door P, oftewel VIP. Dan weet je in ieder geval dat je niet de vraagverandering omwisselt met de prijsverandering. Want dan kan je punten schelen. Goed. Laatste onderdeel wat je als kennis moet hebben van elasticiteiten is, zijn mensen prijsgevoelig of zijn ze prijsongevoelig eigenlijk? Totaal prijsongevoelig zijn ze als het getalletje wat hier uitkomt 0 is. Tussen 0 en min 1
betekent dat ze relatief... ik zal de officiële term gebruiken, inelastisch zijn voor prijsveranderingen. Alles lager dan min 1, bijvoorbeeld min 2, min 3, min 4 enzovoorts, betekent relatief elastisch. Oftewel prijsgevoelig. Oké, nou, dit is dus het stukje kennis. We gaan nu naar het stukje toepassing, want wat moet je hiermee kunnen, jongens en meisjes? Ten eerste betekenisgeven. Hebben we net al een beetje gedaan. De betekenisgeving gaat vooral over dat je niet moet denken aan prijselasticiteit, maar dat je het gewoon prijsgevoeligheid moet noemen. Goed, even een voorbeeldje. Ik heb zelf geen PlayStation, ook geen PlayStation 5, maar ik lees wel de krant, et cetera. En ik weet dat de PlayStation 5 toen die uitkwam, dus de PlayStation 5, toen die uitkwam was die €500. En hij was eigenlijk direct uitverkocht. Dat betekent dat er een hele horde mensen die PlayStation wilden hebben, want hij was direct uitverkocht. Dus veel mensen kwamen niet aan hun trekken, om het zo maar te zeggen. Nou goed, als ondernemer, als je dat weet, dus in dit geval de board of de CEO van Sony. Als je dat weet, wat doe je dan? Dan kun je bijvoorbeeld, dus ik pak even die formule erbij, dus deze ga ik nu even toepassen. Dan kun je jij ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld de prijs verhoogt. Want je weet, die mensen zijn waarschijnlijk prijsongevoelig. Stel, de prijs is met 10% verhoogd en de vraag daalt met 1%, dan komt hier dus een elasticiteit uit van min 0,1. Zo zie je dus, als mensen prijsongevoelig zijn, dan houdt het in dat de prijsverhoging altijd veel groter is dan de vraagverandering in dit geval. Goed, tweede onderdeel wat je moet kunnen is rekenen. Je staat rekenen. Goed, even kijken, wat had ik als formule bedacht? Ten eerste, ik zet als... ik weet het weer. Goed, als je het examen ingaat, dan krijg je een heel verhaal en met heel veel bronnen meestal. En aan jou de taak om daar de belangrijkste informatie uit te vissen. Normaal gesproken, als je een rekensom krijgt of elasticiteiten, dan krijg je dus waarschijnlijk een grafiek of een tabel bijvoorbeeld. Ja? En uit die tabel kun je bijvoorbeeld halen dat de vraag verandert van 80 naar 120. Oftewel een stijging van 50%. Deze moet je dan zelf uitrekenen. Verder staat er waarschijnlijk een ergens aangegeven dat de elasticiteit min 2 is. En dan zal aan jou de vraag zijn, wat is de prijsverandering? Ik ga dat even hier uitrekenen. Nou, ten eerste, wat doe je? Schrijf gewoon die formule op. Ja, je weet, vraag en prijsverandering, die heb ik nodig. De vraagverandering hebben we net even opgeschreven. Plus 50. We weten de uitkomst van de formule al, min 2. Dus dan hebben we eigenlijk één onderdeel over en dat is het vraagtekentje. Nou, als je niet weet hoe je dat vraagtekentje moet oplossen, dan heb ik een trucje. Dan schrijf je gewoon 6 gedeeld door 3 op, is 2. Als je wil weten wat 3 is, dan doe je dus 6 gedeeld door 2. Dus hier doe je plus 50 gedeeld door min 2. En dat houdt in min 25%. Goed. Dan heb je, dat is zo'n beetje een rekensom hoe je die kunt verwachten. Oké, nou, je hebt hier een hele bubs informatie. Het belangrijkste is dat je, zeg ik altijd tegen mijn leerlingen, zorg ervoor dat je weet wat prijsgevoeligheid, dat gelijk is aan prijselasticiteit, die term. Succes als dit onderwerp morgen ter sprake komt. Prijselasticiteit. Dankjewel, Ergun. Ik zei weer even bij jou, Sahar, bij de chat. Mm-hmm. Het gaat heel snel en ik zag wat dingen voorbij komen over formules. Ja. Yeah. En onder andere Maria en Nikita hadden de vraag, welke formules moeten we kennen? Ja. Volgens mij kan je daar antwoord op geven. Ja, ik heb een slide gemaakt voor de leerlingen voor de belangrijkste formule. We kunnen niet alle formules natuurlijk vandaag bespreken. Maar ik heb een formule over... Dan ga ik daar doen. Ja. Even kijken. Zal ik zelf ook jullie maar wisselen?
Ja. En voordat je naar de formules gaat, Sahar, doe ik ook nog even een oproepje aan de mensen thuis die nu live meekijken en morgen dat eindexamen economie doen. Want we zijn nog op zoek naar iemand die we even kunnen bellen over dat eindexamen. Dus doe je daar morgen examen in en wil je even kort aan het einde van deze stream vertellen of je er klaar voor bent, of je nog moeite hebt met dingen en wat je bijvoorbeeld doet om zo'n examen, om te slagen voor zo'n examen, dan willen we graag met je bellen. Dus mail even naar nosstories@nos.nl met je telefoonnummer en dan belt een van ons jou even op. Dankjewel. En dan mag jij nu naar de formule, Sahar. Yes. Wacht even hoor. De meest gevraagde formule die ik al inmiddels voorbij heb zien komen is de maximale winst, waarbij je de formule MO is MK uit je hoofd moet kennen. Belangrijk is om daarbij te onthouden is als jij de formule MO is MK toepast, in principe ben je dan de Q aan het bepalen bij de maximale winst. Dus als je de Q hebt bepaald, dan moet je daar de prijs eerst bij uitrekenen. Heb je die prijs erbij uitgerekend, dan kan je vervolgens de totale opbrengst, de totale kosten uitrekenen. Uiteindelijk de totale winst. En dan weet je wat je maximale totale winst is. De formule wat op het examen terug kan komen is de maximale omzet. Waarbij de totale opbrengst maximaal is. Dus de formule die je daarbij moet kennen is MO is 0. MO, even vanuitgaan dat je dat even niet meer weet, staat voor marginale opbrengst. Opbrengst bij één extra product. Dus als je één extra product gaat verkopen, wat levert het je dan op? Eventueel break-even punt moet je kennen. Wat houdt break-even punt in? Nou, als een bedrijf wil kijken van oké, bij welke hoeveelheid Q kan je ook zien als afzet. Dan komen verschillende begrippen komen door. Dat is dus waar je, het punt is waar je geen winst en verlies maakt. Nou ja, dat is GO is GTK. Waar staat GO voor gemiddelde opbrengst? GTK staat voor gemiddelde totale kosten. Of als je iets krijgt met TO en TK. TO staat voor totale opbrengst en TK staat voor totale kosten. Het is goed als je met het examen begint, als je deze dingen even uitwerkt, dat je even ook altijd onthoudt, oké, TO, welke formule hoort daar ook alweer bij? Prijs keer hoeveelheid. Rekenen met procenten, indexcijfers kom ik zo op. Onthoud, rekenen met procenten is de formule nieuw, N staat voor nieuw, min oud, O staat voor oud, gedeeld door oud, keer 100. Altijd bij procentuele veranderingen, als je iets moet vergelijken met, als je een vraag krijgt, oké, hoe zat het dit jaar en wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Onthoud dat je dan deze formule moet gebruiken. En dan hebben we de indexcijfers. Daar kan ik eventueel zo nog even een voorbeeldvraag voor doen, maar even voor nu, om het even kort te houden. Je kunt het op twee manieren geleerd hebben. Je hebt RIC is NIC gedeelde PIC keer 100. Dat is als je moet uitrekenen als je een reëel inkomen, dus inkomen of koopkracht, iets moet berekenen. Dan kun je dat met indexcijfers oplossen. Nou hoef je dat op het centraal examen op die manier niet meer te kennen. Je kunt ook gewoon eigenlijk kijken naar, oké, wat is mijn nominale inkomen? N staat voor nominaal, gewoon letterlijk het geld wat je hebt. En P is voor prijs, nou die haal je van elkaar af. Dan weet je, oké, wat is mijn reële inkomen? Wat is de koopkracht? Wat kan ik daadwerkelijk met het geld doen? elasticiteit heeft Ergun net uitgelegd. Je kunt eigenlijk onthouden procentuele verandering van de vraag delen door procentuele verandering van de prijs. Dit delta tekentje, want daar raken soms mijn leerlingen door in de war, betekent niks anders dan verandering. Oh, ik ga terug, dat is niet de bedoeling. Soms kun je vragen krijgen over loonkosten per product. Daar wordt mee bedoeld is van, wat zijn de loonkosten per product? Als ik één product maak, wat kost die persoon om dat product te maken? Nou, de formule daarbij die hoort is loonkosten per loonkosten, dus de totale loonkosten van een persoon, gedeeld door APT betekent bij mij dat betekent arbeidsproductiviteit. Dus wat kan een persoon in een bepaalde tijd maximaal aan producten maken? Vaak krijg je ook vragen over quotesberekening berekenen. Dat
Dan kan je dus eigenlijk kijken naar een loonquote. Quote betekent altijd uitgedrukt in het BBP, dus het bruto binnenlands product. Kom ik nog wel ergens terug op wat het BBP is. Nou, dat is de totale productie in een land. Dankjewel. En dat kun je uitrekenen, dus de loon gedeeld door het BBP keer 100. En het andere voorbeeld is natuurlijk staatsschuldquote. Die kan er echt wel terug inkomen. En staatsschuld is nou de totale schuld die de overheid in een voor altijd heeft gemaakt. Gedeeld door het BBP keer 100. Want je hebt ook natuurlijk het begrotingstekort. Hè. Lieve mensen, raak niet in de war. Want vaak raken leerlingen in de war. Dus het verschil tussen het begrotingstekort en staatsschuld. Staatsschuld is gewoon de totale schuld die de overheid in totaliteit heeft opgebouwd. Dus dat kan over 30, 40, 50 jaar zijn. Begrotingstekort is echt tekort dat je in een bepaald jaar kijkt. Dit komt er binnen. Dit gaat eruit. Heb ik een tekort of heb ik een overschot? Dat kan natuurlijk ook. Voor corona had Nederland namelijk een overschot. Dat is helaas nu niet meer het geval. Dan was dit even het formuleoverzicht. Oké, duidelijk Sahar, dankjewel. Formules dus. We gaan even naar de chat, naar Ergun. Want hier gaat het heel snel en er komt van alles weer langs, zoals altijd. Ja. Van alles. Gaat heel snel, ja. Ik zie dat er ook veel vragen zijn. Die zag ik net voorbij komen. Wisselkoersen. Wisselkoers en Fischer. Ja? Is dat iets wat we nu even zouden kunnen uitleggen het board of bij het lightboard? Nee, ik ga naar dat zwarte... Dat lightboard. Bij het zwarte bord. Lightboard. Zwart, helemaal zwart. Ja, ik ga daar de Fischer vergelijken. Die kreeg ik denk ik wel het meest. En wisselkoers... komt ook wel vaak voor. Dus die zal ik straks ter sprake laten komen. Dus hoef je niet elke keer iets over te vragen. Dat komt dan strakjes. Over de wisselkoersen komt straks. Ja. Eerst nog even de vergelijking van Fischer. Dan mag je daarheen. Yo. En Sahar weer bij de chat. Zo wisselen we weer even om. Zo, even mijn keel smeren. Oké, de verkeersvergelijking van Fischer. Daar gaan we het nu over hebben. Het is eigenlijk, basically, is het gewoon een formule. En die formule heeft een korte termijn en een lange termijn uitwerking. Laat ik als eerst even de formule opschrijven. Dus de formule m keer v is p keer t. Dit noem ik even even heel simpel de geldzijde. Dit noem ik even de productzijde. Oké, ik zal even de afkortingen met jullie doornemen. M voor money, V voor omloopsnelheid. Omloopsnelheid. Nu vraag je waarschijnlijk af, wat is dat, omloopsnelheid? Nou, als jij bijvoorbeeld een croissant gaat halen bij de croissanterie, dan betaal jij en de eigenaar van de croissanterie of de werknemers, die krijgen ook geld en die geven dat geld weer uit. En zo geeft iedereen geld uit en dat kun je een omloopsnelheid noemen. Dus hoe sneller alles van hand tot hand gaat, hoe hoger de omloopsnelheid zal zijn. Maar meestal is die omloopsnelheid als vastgegeven verondersteld in het eindexamen. Maar goed, dat komt straks. Laat ik dat nog even zien. P is voor prijs. En T gaat over... weet je wat, ik ga dit even veranderen. Van T naar I, dat is denk ik makkelijker. Dus dit klopt wel, dat T is I, maar... Hey, dus het BBP, de reële productie. Ja? Dus hoeveel producten er in totaal zijn gemaakt. Dit ziet er eigenlijk wel ingewikkeld uit als je dit zo ziet en nog kunt lezen. Ik ga het proberen makkelijker te maken. Okay? We gaan kijken naar een soort reële economische situatie waarbij er vragers zijn. Noem ik even vraag. En waarbij er aanbieders zijn. Die noem ik even het aanbod. Ja? Ik zag net bijvoorbeeld de vraag, moeten we de structuurzijde kennen? Ja, dat is de aanbodzijde. En de vraagzijde noem je ook wel de conjunctuurzijde. Oké, even tussendoor. Nou, stel je voor dat er maximaal 100 stuks aangeboden kunnen worden. Oftewel, dat is de maximale capaciteit. En stel je voor dat de vraag 50 is. Nou, dus dan kan er ook 50 worden aangeboden. Ik zet hier even een 1 bij. Dus er is sprake in dit geval van onderbesteding. Onderbesteding. Als je goed meeluistert, dan weet je wat hier staat. Onderbesteding kan een vervelende situatie, leiden. Namelijk mogelijk deflatie.
En deflatie kan problematisch zijn omdat mensen dan hun aankopen uitstellen. Ja, het is zoiets als je ziet dat er heel veel winterjassen nog in de aanbieding zijn. En er staat 20% korting. Nou, dan denk jij, nou, misschien dat er morgen wel meer korting is. Dus je stelt je aankopen uit. Dus er is het gevaar dat mensen nog minder gaan kopen, waardoor de prijzen nog meer dalen. En dan gaat de ECB dus ingrijpen, want de Europese Centrale Bank die wil een inflatie van om en nabij de 2%. Dus wat gaat de Europese Centrale Bank doen? Ze gaan de geldhoeveelheid vergroten. Ja, en we gaan nu kijken wat voor effect dat heeft op de korte termijn en op de lange termijn. Dus op de korte termijn volgen we de geldhoeveelheid. De omloopsnelheid blijft gelijk, dat heb ik net gezegd. Dus de geldzijde stijgt. Aan de andere kant, de productiekant eigenlijk, zie je dat de prijzen nog gelijk blijven en de totale productie toeneemt. Dus op de korte termijn zijn dit de variabelen die veranderen. Of ja, deze eigenlijk. Pijltje omhoog. Belangrijk. Goed, dus dat betekent in feite dat de productie, dat de vraag dus, er is meer geld in de economie toeneemt. Bijvoorbeeld naar 70. Nou, fijn, mensen gaan dat extra geld uitgeven. Maar stel je voor dat het nog steeds doorgaat, het geld bijdrukken, om het even zo te noemen. Dus de geldhoeveelheid wordt nog steeds groter en groter. Dan zie je op de lange termijn iets gebeuren, namelijk mensen hebben zoveel geld te besteden. Bijvoorbeeld, de vraag zal 150 zijn en het aanbod is dan 100 maximaal. Want dat was de capaciteit. En die capaciteit die is gelijk gebleven. Dus in dit geval, zet ik even een 2 bij, is er sprake van overbesteding. En dan ontstaat er dus inflatie. Hoe zie je dat terug op de Fisher-vergelijking? Dus de centrale bank heeft dus ongeveer 7, 8 jaar geleden hebben ze echt gedaan. De rente is vet verlaagd, geld bijgedrukt. En dat heeft tot gevolg gehad dat de vraag is toegenomen. Maar dat nu de prijzen toenemen. En dus ze hebben hun doel wel bereikt. Dus dit keer V, die blijft gelijk. Dus deze zijde stijgt. Een isje staan. Maar omdat de maximale capaciteit is bereikt, zal deze ook niet veranderen. Dus dan stijgen de prijzen. Dit is dus lange termijn. Oké, hoe krijg je deze Fisher-vergelijking in het eindexamen? Je zou een voorspelling kunnen doen over de lange termijn. Het kan zijn dat hier getalletjes staan, dus dat je deze niet hebt en deze 3 getallen wel. Als er dan getallen staan, dat je dus rekenkundige iets mee moet doen. Maar wat je moet weten is dat er op de korte termijn stijgt dus de productie en op de lange termijn stijgen de prijzen. Oké, vergelijking van Fisher. Dankjewel, Ergun. Kunnen we nog heel even terug naar het bord? Want in de rechterbovenhoek van jou... Oh, moet ik hier blijven? Ergun, blijf nog heel even staan. Of rechter of linkerbovenhoek. Anyway, waar gewoon nu... Daar. Nee, andere kant. Staat een formule die heel veel mensen niet kunnen lezen. Kan je die herhalen? En dan vraag ik aan regie om het weg te halen, het logo. MXV is PX... Zal ik het zeggen? Ja. M keer V is P keer I. Precies. Nou, het logo is voor jullie weggehaald. Speciaal voor jullie. Ja, komt weer terug. Helemaal goed. Dankjewel, Ergun. Ja. Ik ga even naar Sahar, naar de chat. Druk. Komt weer heel veel terug. Onder andere dus over dat ze de formule niet konden lezen, maar dat kan nu weer. Mm-hmm. Wat zie je nog meer voorbij komen, Sahar? Heel veel. Even kijken. Ik wilde 1 vraag beantwoorden, maar ze zijn weer zo snel. Is weer voorbij. Ik heb misschien wel een vraag voor jou. Ja, vertel. Hoe moet je een betalingsbalans opstellen? Ja. Die gaat Ergun, als het goed is, nog Ergun uitleggen. Ergun gaat die straks nog even uitleggen. Ik zou zeggen, ik ben een voorstander om iets over de marktvormen uit te leggen. Ja. Die heb ik heel veel vragen over voorbij zien komen. Ja. Dat lijkt mij een goed idee. Is helemaal goed. Ga je dat daar bij het bord doen? Ik ga het gecombineerd, denk ik. Oké, helemaal goed. Ja. Ja, marktvormen dus. Ik heb tijd... jullie waren er al. Wat vragen voorbij zien komen over de marktvormen. Ik heb de formules al gegeven en ik wil even kort met grafieken en wat formules mee te geven hoe je dat eventueel zou kunnen oppakken. Een vraag.
Marktvormen is echt een onderwerp die echt best wel vaak terugkomt op het centraal examen. Vorig jaar is hij zeker bij de eerste tijd vaak teruggekomen, het jaar daarvoor trouwens ook. En ik wil hem even op deze manier splitsen. Ik wil eigenlijk even kijken naar de grafieken. Hoe werken de grafieken van de marktvormen? Dan ga ik natuurlijk niet alle vier marktvormen kunnen behandelen, maar ik ga de twee daarvan behandelen. En die zijn gesplitst in de volgende, op de volgende manier. Ik ga eerst even stilstaan bij de kenmerken van de marktvormen. Die moet je echt uit je hoofd gaan leren, zodat als je de vragen over krijgt, dat je dat die moet je echt uit je hoofd leren. Dat is eigenlijk de enige toevoeging die ik heb. Nou, hoe komt de prijs op de markt van de volkomen concurrentie en de monopolie tot stand? Want dat is leidend hoe je dan verder moet gaan beredeneren en eventueel de grafiek van de volkomen concurrentie en monopolie af gaan we behandelen. Even kijken. Allereerst deze slide, waarin je moet onthouden, bij de volkomen concurrentie heb je te maken met veel aanbieders en veel vragers. Oh, die zie ik niet eens tussen staan. Nou, veel aanbieders, veel vragers. Het product is homogeen. Wat betekent homogeen? Dat betekent dat die identiek hetzelfde is in de ogen van de consument. Dus of ik hem nou bij supermarkt A of X koop, is hetzelfde product. Transparantie, het is een transparante markt. Je weet precies wat er op die markt gebeurt en er kunnen gewoon bedrijven gewoon toetreden. Kunnen gewoon zeggen, oké, ik wil dit verkopen. Voorbeeld hierbij geef ik eigenlijk wel eens de groenteboer, waar je nou appels gaat kopen. Moet het dan wel dezelfde soort appels zijn natuurlijk. even kijken, de andere ga ik ook even kort toelichten. Het volkomen concurrentie lijkt op de monopolistische concurrentie, maar er is een wezenlijk verschil. En dat is eigenlijk heterogeen product. Je ziet bij volkomen concurrentie dat het homogeen is. En bij monopolistische concurrentie heterogeen. Dus er is wel een verschil in de ogen van de consument. Of ik nou de kleding bij Zara koop of bij Bershka, maakt uit. Ik heb een voorkeur. Ik koop bij beide winkels niet, maar mensen hebben voorkeur. Hij is niet transparant, want je kunt niet zien welke winkels wel of niet toetreden. Welke winkels, wat ze allemaal precies verkopen, dat kun je niet zien. Dat zijn de twee dus die dan op elkaar lijken. Dan heb je twee andere marktvormen. Dat gaat richting meer oligopolie. Dat betekent dat er een aantal grote aanbieders zijn. En dat kan een homogeen of heterogeen product zijn. Bij oligopolie zeg ik altijd wel benzinestations. Dan heb je 3, 4, Shell heb je een grote. Weet je, dus dat is dus ook niet transparant. En bij monopolie zeg ik altijd het spel van monopolie die je moet spelen. Je hebt één aanbieder. In de praktijk bestaat dat niet meer, maar voorheen werd het voorbeeld NS wel gebruikt als een monopolist. Wat betekent dat? Oh wacht, deze zin is trouwens wel belangrijk. Bij elke marktvorm veronderstellen we dat er veel vragers zijn. Die veronderstelling, daar moeten we wel van uitgaan. Anders kan je redeneringen niet doen. Een vrager heeft geen invloed op de prijs. Dus als de prijs bepaald wordt, wordt het vanuit de aanbieder bepaald. Bij de volkomen concurrentie is het dus zo, als je veel vragers, veel aanbieders hebt en het is een homogeen product, de prijs staat vast. Het is een gegeven. Niemand, nog het bedrijf, nog een consument heeft invloed op die prijs. Bij een monopolist, als je theoretisch dus één aanbieder heeft, die mag doen wat hij wil, die bepaalt zijn eigen prijs. Dus dat is een verschil. En dat verschil wil ik even in de volgende grafiek even laten zien. Even voor het gemak. Ja, wordt misschien nu in één keer schiet je in paniek. Hé, wat laat ik allemaal zien? Ik ga je er even in meenemen. Dit is een simpel grafiek van de totale markt, moet je je voorstellen. Nou, welke markt zullen we als voorbeeld nemen? Laten we houden supermarkt, de totale markt van de supermarkt. Je hebt een aanbodlijn, die is stijgende verloop. Vraaglijn is een dalende verloop. Dan komt een prijs tot stand en die prijs staat vast op de markt van de volkomen concurrentie. Die kun je doortrekken. Deze grafiek gaat over een individuele bedrijf of een individueel bedrijf. En dan kun je veronderstellen, oké, de prijs staat vast, oftewel, prijs is horizontaal. Dat betekent bij de volkomen concurrentie staat de prijs staat gelijk aan de gemiddelde opbrengst. En omdat die gelijk staat aan de gemiddelde opbrengst en omdat die horizontaal verloopt, betekent dus dat die ook gelijk staat aan de marginale opbrengst. Als je dit lastig vindt, want dat kan ik me goed voorstellen, moet je het even uit je hoofd leren. Onthoud, volkomen concurrentie, prijs staat gelijk aan gemiddelde opbrengst en marginale opbrengst. Dus als je een opdracht dan een prijs krijgt, weet je dat je dan die conclusie kan trekken.
Even kijken. Oh, dan ga ik terug. Dat is niet de bedoeling. Even voor het gemak, hè. Ik zie dat die lijnen verschoven zijn, maar je moet bij GO, GTK, dat is het punt waar je het break-even punten kan bepalen. wat is nog even belangrijk? Mag ik even nog naar het tekenbord? Want dan kan ik even hun de monopoliegrafiek laten zien. Doe dat. Ga de monopoliegrafiek uitleggen. Je kunt gewoon... Oh, dat hoeft niet eens. Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik dacht het is lekker makkelijk. We hebben allemaal looproutes hier in de studio. En zijn hartjes voor de veiligste. Ik heb een doos nodig, jongens. even kijken. Ik heb net die volkomen concurrentie zo, behandeld. Zo, knal in de studio, maar dat komt omdat zijn hart toch iets te klein ja, is. Ja, blijkbaar. Hebben we Monopoly. Even om kort even daarbij stil te staan. Dat is dus één aanbieder. Die bepaalt de prijs. Je moet je voorstellen dat als je dan weer een grafiek hebt. En even kijken. Dat de hoeveelheid, de prijslijn, de GO-lijn, die heeft een dalend verloop. Net hebben we gezien dat de prijs een horizontaal verloop had. Dat was bij de volkomen concurrentie het geval. Dat zijn de verschillen die je even gewoon goed moet onthouden. En dat automatisch dus gemiddelde opbrengst een dalend verloop is. Waarom eigenlijk? Nou, omdat de monopolist dus zijn eigen prijs bepaalt. Dus als je hier gaat zitten, dan willen hoe hoger de prijs, hoe minder mensen het willen kopen. En dan heeft MO-lijn automatisch, die loopt dan twee keer zo stijl. Die verschillen wilde ik jullie gewoon nog even laten zien. En die moet je dus eigenlijk gewoon herkennen als je dat op het examen ziet. Dat was even mijn uitleg. Ik heb nog een voorbeeld examenvraag. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Ik denk dat we toch even doorgaan naar de wisselkoersen, Sahar. Ja, laten we dat even doen. Dankjewel. Ja. Want ik sta weer even bij jou, Ergun. De wisselkoersen, ik zag net heel veel vragen weer erover terugkomen. Ook nadat je zei, we behandelen het straks. Ja. En nu moet je natuurlijk je belofte wel nakomen. Belofte maakt schuld. Laten precies. We doen. Precies. Laten we dat doen. De wisselkoersen. En volgens mij zit iemand nu heel druk achterin het bord schoon te maken, maar je kan er zeker naartoe. Nou, dat geeft helemaal niks. Ah, dankjewel. De wisselkoersen. Ah, okay. Even kijken. Mijn witte pen is hier. Okay, wisselkoersen. Wisselkoersen. Ik zet het even neer. Het gaat eigenlijk over valuta. De prijs van een bepaalde munt. De prijs van een bepaalde munt wordt bepaald eigenlijk door vraag en aanbod. En daar gaan we ons even op focussen. Op vraag en aanbod van een bepaalde munt. En daarna gaan we kijken wat je ermee moet kunnen. Dus laten we even beginnen met een beginsituatie. Zal ik iets langzamer schrijven? Dan kan ik iets netter schrijven. Je hebt hier de prijs en de hoeveelheid. En er wordt een munt aangeboden, QA. En er wordt een munt gevraagd, QV. Ik pak even de prijs van een euro uitgedrukt in dollars. Goed. Er ontstaat dus een evenwichtsprijs en een evenwichtshoeveelheid. Laten we zeggen dat de evenwichtsprijs 1 dollar is. Dus je kunt deze verhouding daar neerzetten. 1 euro is gelijk aan 1 dollar. Goed. Dat is de beginsituatie. Laten we nu ervan uitgaan dat er... we gaan ons focussen op vraag en aanbod. Dat er veel vraag komt. Naar die munt. Ja, maar het kan ook andersom zijn dat er geen vraag is naar die munt, minder. Dan focussen we ons nu dus op meer vraag. Goed, op de munt. Vraag naar de munt, dat klinkt heel raar. Maar als bijvoorbeeld die Amerikanen in Europa op vakantie willen gaan, dan zullen ze toch eerst hun dollars moeten omruilen voor euro's. Dus dan zal er automatisch vraag naar de munt komen. Dus vraag is naar de munt. Zijn bijvoorbeeld toeristen? Dus ik zet hier neer toerisme. En, wat vooral eigenlijk de wisselkoers bepaalt, zijn de investeerders. En de investeerders, nou stel je voor, het investeringsklimaat in Europa is fantastisch.
is het waarschijnlijk ook al. Zij willen je investeren. Ja, dus die wisselkoers vertegenwoordigt eigenlijk ook een beetje het vertrouwen die er is in de economie door de investeerders. En laten we zeggen dat er veel vertrouwen is. Dan zie je dus de vraaglijn naar rechts verschuiven. Dus laten we een beetje evenwijdig verschuiven. Zo. Ook even een andere kleur. Zo. We hebben een hogere prijs. Laten we zeggen dat de nieuwe prijs is 1 euro is nu waard $1.10. Dus je kunt daarmee zeggen dat de koers, dat er een appreciatie heeft plaatsgevonden van de wisselkoers. Oftewel, de euro is meer waard geworden in dollars in dit geval. En dat heeft gevolgen voor de import en voor de export. Als we kijken naar, de export. De export zal daar waarschijnlijk onder gaan lijden, want de Amerikaan moest eerst 1 dollar betalen voor een euro en nu betalen ze $1.10 voor een euro. Dat betekent als de prijzen in Europa gelijk blijven, dat de Amerikaan dus 10% meer moet betalen voor dezelfde producten. Dus onze export zal daardoor duurder worden. Je kunt dan zeggen dat de internationale concurrentiepositie verslechtert. Ja, en we zouden verder kunnen redeneren door te zeggen, dus daardoor daalt de productie. En daardoor daalt de werkgelegenheid. Ja, dus dat is het eerste gevolg. Als we kijken naar de import, dan zie je dat de importkosten, die zijn lager geworden. Want als wij eerst 1 euro moesten neertellen voor $1 en nu voor 1 euro krijgen we $1.10. Dat betekent dat we 10% meer krijgen voor hetzelfde geld. Als dus de import wordt dus goedkoper. Ja, betekent minder inkoopkosten. Ik krijg kritiek op mijn handschrift, maar even komt hier. De import wordt goedkoper, dus minder inkoopkosten. Dat houdt eigenlijk in dat je een mooie redenatie kunt maken van oké, als de verkoopprijzen dan ook worden verlaagd, zal de inflatie dalen. Hier is ooit een examenvraag over geweest. Zodat je dit verband moest kunnen maken aan de hand van de appreciatie van de wisselkoers. Dus dat door de goedkopere import de inflatie omlaag ging. Goed, we hebben ook de andere kant, de andere zijde, de aanbodzijde. Die ga ik ook even behandelen. Doe ik even hier. Goed, we beginnen weer met dezelfde grafiek. Hup. Ja, met dezelfde wisselkoersverhouding. Ja, en nu gaan we ons focussen op het aanbod. Dus ik pak even het aanbod erbij. Aanbod. Oké, nu denk je bij jezelf aanbod. Wat is dat? Of je weet het misschien al. Focus meer op een stijging van het aanbod. Nou, wij hebben dus een euro als betalingsmunt. En we kunnen die inruilen in andere landen. Dus als wij in andere landen op vakantie gaan, dan zullen wij onze munt aanbieden. Dus als wij naar het buitenland gaan, is eigenlijk precies dezelfde redenen. Dan zal bijvoorbeeld door toerisme in het buitenland, dan bieden wij onze euro aan. Als wij willen investeren, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, denk aan al die super tech bedrijven, et cetera. Dan zullen de investeringen ook effect hebben op de wisselkoers. We gaan het even tekenen. Je ziet dus de aanbodlijn verschuiven naar rechts. Ja, en daarmee een daling van de prijs. Dus was het hier eerst $1, dan wordt het bijvoorbeeld 90 cent. Hier. Goed. Als we die nieuwe wisselkoersverhouding hier neerzetten. Dus we hebben 1 euro is 90 cent. Dan zijn er weer gevolgen voor de import en de export. Die zet ik even neer. De export. Die krijgt nu te maken met een voordeeltje. Want de Amerikanen moesten eerst $1 betalen voor een euro. Nu hoeven ze nog maar 90 cent te betalen. Dus voor hun is het 10% korting. En dat kan betekenen dat de export
kan stijgen. En als de export stijgt, dan zal de, dus dan maken we weer dat riedeltje, productie toenemen en de werkgelegenheid ook. Ja? En dit kan een hele belangrijke reden zijn om die wisselkoers omlaag te drukken. Dus hoe lager die wisselkoers, dus depreciatie heet dat. Hoe lager die wisselkoers, hoe goedkoper je wordt voor het buitenland. Dus het zou ook zo kunnen dat de centrale bank zou kunnen denken, weet je wat, we drukken geld bij en we wisselen dat om naar bijvoorbeeld dollars. En dan kun je de wisselkoers zelfs nog meer laten dalen. Ja, puur om de werkgelegenheid en de productie te stimuleren. Voor de importzijde is er wel een nadeel. Want de importkosten, ik rond het even af, die stijgen. Ja, want we krijgen nu voor onze euro nog maar 90 cent. Dus we krijgen minder voor onze euro in het buitenland. Dus we moeten meer euro's neertellen. Ja, ik heb nu me gefocust op de redenaties die echt bij de wisselkoersen horen. Daar krijg je best wel vaak veel vragen over. Ik hoop dat je iets mee kan. Oké, dankjewel Ergun. Ik snap wel een klein beetje wat mensen zeggen over je handschrift. Ik hoop niet dat ik hiermee beledig, maar ik moet het ook goed, ik moet ook goed kijken om te snappen wat je hebt. Ik merk dat ik sneller ga schrijven, want we willen natuurlijk alles uitleggen. Klopt. Hoe sneller ik schrijf, hoe lelijker het wordt. En, ik zeg tegen mijn leerlingen altijd, je moet nu heel goed concentreren en heel goed luisteren, want anders weet je niet wat er staat. Dus als je één keer wegkijkt, net als een hele goede film waarbij van alles gebeurt. Als je even niet kijkt, weet je niet meer waar het over gaat. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt gewoon geschreven en opgenoemd wat je opschrijft, dus dan moet het goed komen. Ja. Goed luisteren dus. Sahar? Ja? Veel vragen, weer. Kan je kort iets zeggen over het economische kringloopschema? Ja. Ik kreeg net al een vraag over het economische kringloopschema. Of je dat gewoon helemaal zelf moet kunnen tekenen. Nee, kan je geruststellen dat dat niet per se het geval is. Je moet weten hoe het economische kringloopschema in elkaar zit. Dus je moet weten dus die vergelijkingen van I staat voor inkomen. I is C plus I plus O plus E min M, dus consumptie plus investeringen plus overheidsbestedingen plus export minder import. Dat is dan een kringloopschema die je dan ziet tussen bedrijven, tussen overheid, tussen consumenten, dus gezinnen, tussen financiële instellingen. Financiële instellingen zijn banken, waarbij je dus wel geld uitleent of juist geld spaart. Dat schema, die kun je gewoon willekeurig opzoeken en die vind je. Die moet je snappen hoe dat werkt. En dan krijg je de afkortingen, getallen bijna, moet je mee kunnen rekenen. En dat moet je kunnen weten van oké, welke vergelijking hoort bij de gezinnen, welke bij bedrijven. Nou, die dingen, die moet je voor jezelf uitwerken. En je moet weten dus dat I is C, wat ik net al zei, C plus I plus O plus E min M. Die moet je gewoon even uit je hoofd leren. Oké, economische kringloop. Ja. Er komen ook nog veel vragen binnen over de betalingsbalans. Mm-hmm. Maar volgens mij laten we die nog heel even op pauze zetten en in de wacht. Want dat is iets voor Ergun. Yeah. Jij wilde ook nog iets uitleggen over de Lorenz-curve. Ja, en even koppelen een beetje kort welvaart en de begrippen BBP. Is dat iets wat je hier kort nog even kunt zeggen? Nee, dat zou ik op het bord willen uitleggen. Oké, ja. Dan zou ik zeggen, dan kan je wel eerst naar dit bord toe gaan voor de Lorenz-curve. Het tekenbord. Maar is dat ook iets wat je bij tekenbord moet tekenen, het Lorenz curve? Of kan dat hier? Ik heb, dit is een examenvraag, dus de uitleg wil ik op het tekenbord doen. Ik heb het begrepen. Ja, ik snap het. Dan ga je naar het tekenbord voor de Lorenz curve. En dan mag Ergun ook weer naar de laptop toe. Oh. Nou, daar gaat je pen. Ik zeg Lorenz curve, maar het is Lorenz curve. Ja. Even kijken, ik zet er meteen even het domein bij. Domein H. Dus het gaat eigenlijk over welvaart. Nou, voordat we naar de Lorenz curve gaan, wil ik even wat begrippen toelichten. Nou, je hebt de vier productiefactoren. Kun je onthouden met Kano. Kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap. Om één product bijvoorbeeld te maken, moet je kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap inzetten. Nou, ik zal het wel even uitschrijven. Kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap.
Als je een product maakt, dan levert dat natuurlijk geld op. Dus voor kapitaal ontvang je qua inkomen, rente, eventueel huur. Arbeid is natuurlijk, nou, ik werk, dan krijg ik loon. Natuur is pacht. En ondernemerschap, ja, ik wil winst maken. En dat kun je per bedrijfsniveau bekijken, maar je kunt het ook op macroniveau bekijken. Dus je kunt kijken, nou, wat maken alle bedrijven? Dus alle productie bij elkaar opgeteld leidt uiteindelijk, dus al die productiefactoren bij elkaar opgeteld, leidt tot het BBP, bruto binnenlands product. En dat kun je veronderstellen dat dat gelijk staat aan het bruto binnenlands inkomen. Dus alle inkomen bij elkaar opgeteld. Nou, naar dat inkomen, daar wil ik even op inzoomen. Want de Lorenz curve geeft de inkomensverdeling weer. Nou, even kijken. In percentage personen. En het is altijd cumulatief, want dat wordt opgeteld. Even kijken. Personen. Cumulatief betekent letterlijk optellen. En inkomen. In percentage, ook cumulatief. Nou, je hoeft het niet te kunnen tekenen, je krijgt meestal de, gewoon het schema weergegeven. Nou, dit is de diagonale lijn, dit betekent dat de letterlijk inkomens gelijk staan aan de hoeveelheid wat mensen verdienen. En dan heb je de lijn Lorenz curve, dat geeft eigenlijk de lijn weer van, nou, wat, hoe is de inkomensverdeling weergegeven? Dus de Lorenz curve geeft de inkomensverdeling in een land weer. En die kun je weer splitsen tussen primaire en secundaire inkomens. Nou, primaire inkomens is voor belasting, secundaire inkomens is nadat de belasting betaald is. In Nederland kennen we het progressief belastingssysteem, dus naarmate je meer verdient, betaal je in percentage meer geld. Nou, dan betekent dus dat de Lorenz curvelijn dichtbij diagonale lijn komt. De inkomensverschillen worden kleiner bij het secundaire inkomensverdeling. In Amerika is die dus boller, omdat de inkomensverschillen groter zijn. En op die manier moet jij gaan werken met de Lorenz curve, dat je moet snappen of oké, hoe dichter bij de diagonale lijn, hoe groter, hoe kleiner de inkomensverschillen, het woord nivelleren hoort daarbij, hoe verder weg van het nou, van de diagonale lijn. Het zal niet perfect zijn, die lijn, maar dan is het boller, dus dan is het denivelleren. Dus de inkomensverschillen worden groter. Ik laat het denk ik even hierbij. Dit was dit onderdeel. Welvaart. Ja. Dankjewel, Sahar. Wilde je nog de examenvraag van Lorenz curve uitleggen? Of zeg je, dit is eigenlijk wat mensen moeten weten en daar hou ik bij. Ja, en die heb ik vorig jaar ook behandeld. Dus dat zouden ze eventueel nog terug kunnen kijken. Oh, dat is een goeie, inderdaad. Ja. Nou, naar vorig jaar. Jij bent heel druk aan het tikken, Ergun. Ja. Maak je zin even rustig af. Ja, ja nee, ik kon maar 200 tekens gebruiken. Dus een half. Ja. Dan moet je hem altijd even verkorten, inderdaad. Ja, ja, ja goed. Mensen willen toch even naar de betalingsbalans. Dus ik wil je nog even vragen om dat even uit te leggen. Dan kun je volgens mij naar het bord. Ja. Oké. Okay. En Sahar mag achter de laptop gaan staan. We komen naar jullie toe met jullie vraag Rieme en Maurits over de betalingsbalans. Nou, veel vragen over de betalingsbalans. Eigenlijk is dat een kennisonderdeel die je moet kennen voor het eindexamen. Dus nou ja, hierbij de kennis. De betalingsbalans, ik noem het even de BB. Okay, betalingsbalans bestaat uit twee onderdelen. De lopende rekening. Lopende rekening. Ja. En hij bestaat uit, of zij, uit de kapitaalrekening. Goed. En onderin heb je dan een saldo. Eigenlijk bij een lopende rekening en een kapitaalrekening sluit het mooi aan, dus die betalingsbalans, bij de prijs van valuta. Waar we het net over hebben gehad. De prijs van valuta wordt eigenlijk, dus de vraag en aanbod van valuta komt terug op de lopende rekening en op de kapitaalrekening. Alle vraag naar jouw munt, noem ik het even, vraag naar jouw munt, zal zijn vanwege je export.
Dus hoe meer export, hoe meer vraag naar jouw munt, hoe meer inkomsten ook. En alle aanbod van jouw munt zal zijn vanwege import. Ja. Wat je verder op de lopende rekening zet, dus het gaat echt over goederentransacties, maar ook diensten, is bijvoorbeeld als jij productiefactoren verkoopt. Dat wil zeggen, je hebt in het buitenland gewerkt en je krijgt betaald. Productiefactor arbeid. Ja, het kan ook zijn dat jij in het buitenland hebt geïnvesteerd en je krijgt daarvoor rente terug. Productiefactor kapitaal. Maar het kan ook dus zijn dat je aan het buitenland moet betalen. Kano betekent, dat zijn de productiefactoren, by the way. Dus als je denkt van, wat is dat nou weer? Kapitaal, arbeid, natuur, ondernemerschap. En dat zijn de productiefactoren. Dus het hele BBP wordt gevormd door inzet van Kano, de productiefactoren. Okay? Dus bijvoorbeeld hoe meer scholing, hoe beter arbeid, hoe meer arbeidsproductiviteit en hoe goedkoper we zijn. Goed, dit is de lopende rekening. Wat je hiervan moet kennen is gewoon wat hoort waar te staan. Dus nogmaals kennis. We gaan verder. De kapitaalrekening gaat eigenlijk over investeringen. Dus als we het hebben over investeringen, dan zijn er dus ook investeerders die naar Nederland komen in dit geval. Dus als zij hier, ik noem het even investeren, ik hou het even simpel, dan zal ook de vraag toenemen. Naar onze munt. Want als jij hier Heineken aandelen wil kopen, dan zul je eerst jouw dollars bijvoorbeeld moeten omruilen voor euro's. Ja, dus die kapitaalrekening moet je eigenlijk zien als daar komen de investeerders bij elkaar. Dus dit zijn de inkomende investeringen, maar er zijn ook uitgaande investeringen. Ja, dus daarbij bied je jouw munt aan. En ook hier kun je dus een saldo vormen. Ik zit even te kijken. Dus die investeringen kun je ook wel zien als kapitaal import. Ja, en hier is het eigenlijk kapitaal export. Het mooie is, dus wat, kijk, je moet hier kennis van hebben. De lastige vraag die je over zou kunnen krijgen is, oké, er zijn heel veel investeringen in het buitenland geweest. Ons geld wordt heel erg aangeboden op de wereldmarkt. Dus onze koers zou kunnen depreciëren, want er is heel veel aanbod. Maar het jaar erop, zoals je investeringen hebt gedaan, krijg je dat weer terug, hier. Dus dan kan het jaar erop de vraag naar je munt toch weer toenemen. Ja? Dus dat is eigenlijk het meest ingewikkelde wat je kunt krijgen over de betalingsbalans. Die dus bestaat uit de lopende rekening en de kapitaalrekening. Heb je er kennis van? En dus wat je dan moet doen is, zorg dat je de begrippen in de juiste plek zet. Dus hier zijn ook een paar examenvragen van. Dus als je dat googelt, zul je die vastvinden. Ja, er komt nog een andere vraag binnen, Ergun, over lopende rekening en kapitaalrekening. Wat is nou precies zo'n lopende rekening en wat is zo'n kapitaalrekening? Kan je dat nog extra uitleggen? Ja, de lopende rekening en de kapitaalrekening registreert dus op de betalingsbalans de internationale transacties die een land heeft met het buitenland. Dus als wij exporteren, dan verkopen wij dus goederen aan het buitenland. En dan zet je dat neer op aan de linkerzijde. En dan zeg je, oké, ik heb superveel export gehad. En als je veel export hebt gehad, en we kijken dus weer naar de vraag- en aanbod grafiek. QA, QV. Dan zie je dus ergens dus veel vraag naar onze munt. Dus dan zal die koers weer bijvoorbeeld omhoog gaan. Ja, dat is een beetje de achtergrond. Oké, dankjewel. Ik sta weer even bij jou, Sahar. Ja. Ik zag wat vragen binnenkomen over nominaal en reëel. Ja, ik had het in de chat ook beantwoord. Belangrijk is bij nominaal en reëel begrippen dat je onthoudt. Nominaal is letterlijk wat je krijgt. Dus stel, je hebt geld, 10 euro, cash, papier. Dat noem je nominaal inkomen. Ik verdien 10 euro per, per uur. Ik zeg maar even iets. Nou, dat zal wel veel zijn voor jullie op dit moment. Dat noem je nominaal. Dat betekent letterlijk wat de waarde is wat bijvoorbeeld op dat geldbriefje staat. Reëel betekent wat kun je met dat geld doen. Dus als je 10 euro hebt en een mars kost 1 euro, dat is de prijs bijvoorbeeld. Ik leg het even heel simpel uit nu. Dan kun je kijken, oké, ik heb 10 euro en ik heb voor 1 euro kan ik een mars kopen. Nou, hoeveel kan ik er kopen dan?
10 stuks. Wij moet je helemaal niks vragen over rekenopdrachten en economie. Nou, dus als je 10 euro hebt en Mars kost 1 euro, kun je 10 Mars mee kopen. En dan is je koopkracht reëel, dat is dan 10 stuks. Dat is even voor het simpel. Sorry. Dat was inderdaad je vraag. Nee, maar dit klinkt heel simpel, maar ik heb gewoon een soort van half maar meegeluisterd. Nee, klopt, als je 1 Mars hebt en 10 euro, dan kan je er natuurlijk 10 kopen. En ik zag nog iets staan over hoog- en laagconjunctuur. Ja, je moet je, zoveel tijd hebben we niet meer, dus ik ga het even voordoen. Je moet je voorzeggen, je hebt de conjunctuurgolfbeweging, je hebt hoogconjunctuur. Als het goed gaat met de economie, dan is er veel vraag. En op een gegeven moment, als de vraag groter is dan de productiecapaciteit, dan wat bedrijven kunnen verkopen, dan is er kans op oververhitting bijvoorbeeld. Dus dat bedrijven niet meer aan de vraag kunnen voldoen. En wat doet dan de overheid op dat moment? Die kunnen dan bijvoorbeeld een anticyclisch beleid voeren. Dus, het gaat te goed met de economie. Wat gaan we doen? We gaan even de belastingen verhogen. Dan hebben mensen minder inkomen te besteden. En daarmee gaat de vraag omlaag. Nou, dat zou een overheidsingrijp kunnen zijn op het moment dat hoogconjunctuur is. Laagconjunctuur betekent, het gaat niet goed met de economie. Er is weinig vraag. We moeten ervoor zorgen dat mensen meer gaan kopen. Nou, dat kan dus weer door de belasting te gaan verlagen. Ja. Want dan heb je meer te besteden. Even simpel. Ja. Ja, hoog- en laagconjunctuur dus. Heb jij nog een allerlaatste tip voor leerlingen die morgen het examen gaan maken? Jazeker. In ieder geval, elke vraag die jij beantwoordt, een deel van je vraag meenemen, die wordt geformuleerd. Dus als er staat iets met conjunctuur, dat je conjunctuur noteert in je vraag. En probeer in termen van vraag en aanbod te denken, want op alles valt vraag en aanbod toe te passen. Wisselkoersbeleid is vraag en aanbod. Markt heeft ook te maken met vraag en aanbod. Dus probeer in termen van vraag en aanbod te formuleren. Dat zou ik als tip meegeven op het examen. Ja. En even laatste toevoeging. Als er staat 2 punten, betekent dat je 2 dingen moet doen. Als er staat 3 punten, betekent dat je 3 dingen moet doen. Als staat dat 1 punt, betekent dat je echt maar 1 antwoord, 1 woord hoeft op te schrijven. Ja. Oké, dat was dan je laatste tip. Ik kijk nog even op mijn schermpje. Want Anna vraagt zich af, is dit examen... Dit examen is toch minder rekenen en meer begrippen? Ja. Klopt dat? Je kunt rekenen op 20-25% rekenvragen. Nou, dat kan zijn over de marktvormen dat we hebben gedaan. GO, MO en dat soort dingen. Of het kan zijn elasticiteit. Of het kan zijn, je moet een vraag naar aanbod, evenwichtsprijs, iets in die richting. Dat soort rekenvragen kunnen inzetten. Nieuw min oud. Nou, dat formuleblad wat we aan het begin hebben gedaan, die kun je even bekijken. En de rest redeneren. Dus ja, leg uit wat de overheid doet op het moment dat er sprake is van hoogconjunctuur. Anticyclisch beleid voeren of procyclisch? Om even terug te komen met het voorbeeld wat ik net heb gegeven. Precies. Dus het klopt inderdaad, Anna, dat er minder rekening is en veel meer begrippen. Ja. Dankjewel, Sahar. You? En dan ga ik voor de laatste tip naar Ergun. De ultieme tip? Ja. Voor het examen van morgen. Ja, ik denk dat je nu niet veel meer kunt doen. Dus misschien nog wat dingen doornemen qua kennisbasis. Maar ik zou niet meer gaan toepassen. Dus dat je echt ingewikkelde formules gaat maken, zodat je stress gaat krijgen. Maar mijn ultieme tip is denk ik, neem een woordenboek mee. Want in het woordenboek staan veel talige dingen die je misschien niet kent. Dus ik zag de vraag wat de structuur staan. Ja, misschien staat dat wel in het woordenboek uitgelegd. Of wat is conjunctuur? Dat staat zeker wel in het woordenboek uitgelegd. Dus daar kun je misschien nog punten mee sprokkelen met het woordenboek. Ja, dat klinkt logisch als het examen inderdaad uit meer begrippen bestaat dan uit rekenen. Ja. Dus volgens mij kan dat enorm helpen. Ja, ongeveer 1/4 dus rekenen. Ja, precies. Oké, dankjewel Ergun. En we gaan even naar de videobeller Sam uit Tilburg. Hallo Sam. Hi, goedenavond. Hi, goedenavond. Hallo, leuk dat je hier even bent. Je hebt meegekeken. Heeft het jou een beetje geholpen? Het heeft inderdaad best wel geholpen. Ik moest toch nog eventjes weer terugkijken op de betalingsbalans en dat heeft best wel veel geholpen, want ik haalde de kapitaalrekening en de, even die andere weer vergeten, maar die twee haalde ik heel erg door elkaar en ik merkte nu wel met door dit even snel weer te kijken van oké, zo zit het in elkaar en nu heb ik er wel vertrouwen in. De kapitaal en de lopende rekening. Ja, dat was ja, het. Precies. Nou, volgens mij komt het goed. Hey, je staat een 5,2 nu, dus dat betekent toch nog even iets harder werken morgen voor dat ene zesje. Of heb je zoiets van, ik vind het ook niet zo erg als ik een 5 sta straks? Nou, het is dat ik met economie ook heel veel extra ondersteuning heb gehad. Ook extra examens heb gevolgd. Dus tenminste extra examens heb gemaakt. En daardoor weet ik nu ook iets beter van, oké, zo moet ik antwoorden op de vragen. En dit kan ik eigenlijk wel verwachten op het examen. Dus
Het is inderdaad gewoon eventjes morgen gewoon er doorheen gaan en hopen inderdaad op dat zesje. Maar als ik zo kijk naar hoe ik ben voorbereid, ja, denk wel dat het goed moet komen. Je gaat er met goede moed in. Nou, dat is heel goed van je, Sam. Hey, en je hebt ook bijles gehad. Nou, je zegt je bent goed voorbereid en zo, dus het komt goed morgen. In ieder geval, Ja. ik, als ik je zo hoor, positief. Ja, zeker. En ga je nog iets, doe je altijd nog iets bijzonders of iets extra's voor je zo'n examenzaal ingaat? Ik hoorde al mensen zeggen, ik kijk nog even serie in de ochtend om even rustig te worden. Of ik eet een banaan voor de goede concentratie. Ja, nee, als ik binnenkom, dan ligt er al wat papier klaar. En een klappapier, ik probeer dat klappapier al vol te schrijven met van alles wat ik nog weet van wat ik heb geleerd. Van de doelstelling van, oké, deze formule hoort daarbij. Dat ik Oh, goed. alles op een rijtje kan zetten, dat ik weet van, oké, als ik zo'n vraag krijg, kan ik gewoon terugkijken en dat ik ja, dus eigenlijk niet hoef te stressen van, oh, hoe was dat nou ook alweer? Nou, dat klinkt als een hele goeie. Heel veel succes, succes, Sam, morgen. Zet hem op. Ja, dankjewel. Ja, dit was hem alweer. Het laatste, of het laatste spreekuur voor HAVO, in ieder geval voor vandaag. Economie. Zijn er nou vragen van jou niet beantwoord in deze stream? Dan kan je altijd, wat ik net ook in het begin zei, terugkijken naar de stream van vorig jaar. Er zijn ook wat meer onderwerpen behandeld. Dus dan kun je ook via de tijdcodes dat terugvinden. En anders is deze stream straks ook weer terug te kijken met de bijbehorende tijdcodes en de PowerPoint om te downloaden. Heel veel succes morgen, zet hem op en tot zondag weer. Doei doei!